De koning en de koningin hebben een bezoek gebracht aan de VRT. Het koninklijk paar bezocht een aantal studio's, van die van Donna tot de set van Eurosong en ook de nieuwsredactie. Het ging er zeer gemoedelijk aan toe en de vorst en de vorstin namen ruim hun tijd. Peter Breinings. Koning Albert en koningin Paula zijn zelf vaak in de media te zien en dus zijn ze ook benieuwd naar het reilen en zeilen daar achter de schermen. Zeker bij de openbare omroep, waar de voorbije maanden flink vernieuwd werd. Gedelegeerd bestuurder Dirk Wouters geeft tekst en uitleg. Vandaag te verwelkomen. Op 1 is even later te zien hoe het koninklijk paar de radiostudio van Donna binnenstapt. Evi Gruijaert legt uit dat ze daar vooral de hits van nu spelen. De oudste is van de jaren 90. Ja, de jaren 80 ook. De jaren 80 ook. Maar veel vroeger gaan we niet. Daarvoor wij zijn van de jaren 60. Hè? Daarom zijn we hier. We zijn hier. Met Eurosong zoekt de VRT naar het beste lied voor het Songfestival. Bart Peters laat de hoge gasten proeven van het aanbod. Dus graag uw aandacht voor een paar seconden. Tanja Dexters, als dat kan. Maar de hoofdtaak van een openbare omroep is nieuws brengen, dus gaat het ook naar de nieuwsstudio's. Uitleg over de autocue is daar evenwel niet nodig. De vorst kent het systeem van zijn eigen televisieboodschappen. Wit op zwart. Zo, ja. Zo, ja. Zo. Ja. Ik vraag het altijd zo. Ja. Dat is de gevaarlijke man. Dan de duidingsprogramma's. Siegfried Bracke, Faraday Aguirre. Het is de vorst niet ontgaan dat er op de VRT vaak netelige vragen worden gesteld. En kijk, Albert en Paula komen ook even bij ons langs, terwijl we hun eigenste reportage aan het monteren zijn. Ik selecteer het mooiste beeld en dan zet ik een... Wat u vindt het mooiste beeld. Tijdens het journaal van 1 uur zijn Albert en Paula nog op de redactie. En zo kunnen ze er meteen hun bezoek op tv weer meemaken. En dan vragen wij ons nu natuurlijk af of Tanja voortaan favoriet is in Laken. Niet te snel het gaat. Ongelooflijk.